Kijk, een hele goede vriend van mij zei vorige week tegen mij, Sam, ja, het is soms misschien even pittig, maar don't forget, you are in Africa. En toen dacht ik, ja, ik ben in Afrika. En mijn hart maakt werkelijk een sprongetje bij de gedachte dat ik in Afrika ben. Er is zoiets magisch voor mij hier in Afrika. Dat ik blij ben dat we niet gekozen hebben voor een 5-weekse expeditie. Maar dat we hebben gezegd, deze expeditie om een mooie film te maken duurt minstens 5 maanden. Weet je, dat is natuurlijk het allergaafste aan het leven van je zielsbestemming. En doen wat je ziel je ingeeft. Is dat je ervaringen hebt waar je zo intens gelukkig van wordt. Er zijn zoveel momenten dat ik hier loop en dat de tranen in mijn ogen springen. Gewoon van ontroering, van dankbaarheid, van schoonheid. Dat ik denk, wauw, ik ben gelukkig.